Het klimaatprobleem is minder in gedachten en in harten van de mensen. De verzuring, die bomen die afsterven, die kun je zien. En dat het een paar graden warmer wordt, vinden mensen lekker. En dat er ooit in de toekomst onze zeeën, onze dijken niet meer voldoende afwering vormen. Dat is zover naar de toekomst. De staat van urgentie realiseert men zich niet. Dus daarom is het veel moeilijker om dat CO2-probleem aan te pakken. Jongens, het is heel simpel. Als er 9 van de 10 wetenschappers op dit moment zeggen, er is een probleem, wat doe je als 9 van de 10 artsen tegen je zeggen, meneer, u heeft dat en dat fysieke probleem. Dan ga je naar die 10e luisteren. Ja, dan ben je goed verstandig bezig. Als die 9 van de 10 zeggen, je hebt een probleem. Dus nou, hier ben je beleidsmaker. 9 van de 10 zeggen, je hebt een probleem. Dan zeggen we ja. En dan gaan we het probleem niet aanpakken. Nee, we gaan er eens een keertje een beetje voorzichtig, want anders verstoren we de maatschappij. Jongens, kom op. Het is een probleem, hadden we toch gezegd. En het is een probleem met haast. Nou, ik vind dat die urgentie niet een klein beetje hoger kan. Dus nee, het is echt een probleem. Het is precies 2 problemen waar je me 's nachts wakker voor kan maken om 3 uur. Dit is er 1 van. En dit is echt een fout probleem in een rijk land als Nederland om te willen hebben. Daar moet je gewoon kwaad over worden met elkaar. En zeggen, die kan niet. Belachelijk. Idioot.